U maakt ons één, u bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. Wordt u bijzonder lied om in deze situatie te zingen. Hè? U maakt ons één en dan u bracht ons tezamen. En dan zitten we hier met 30 mensen en wat medewerkers. Maar als je erover nadenkt, dan zijn we natuurlijk één met alle mensen die meekijken ook thuis. Welkom, fijn dat jullie er ook zijn. En ook de mensen die op een laatste moment zullen kijken naar deze video. Ook met jullie voelen we ons één. En natuurlijk zijn we één met alle christenen wereldwijd. In welk land ze ook samenkomen of niet samenkomen. We zijn één lichaam van onze Heer. Waar ook ter wereld. En dat is een hele rijke boodschap die we zo met elkaar ook uit mogen zingen. Fijn ook om met elkaar deze dienst te mogen beleven. Wilbert, hartelijk welkom. Wilbert Weert, dat jij vanochtend ook in een tweeluik ons wilt vertellen over een heel bijzonder thema. Seksualiteit als gave van God. Super dat je dat wilt doen. In de aanloop naar dit thema de afgelopen weken, 2 maanden, heb ik meer reacties dan ooit gekregen over dit thema van diverse mensen uit de gemeente. Van seksualiteit, oké, maar 2 preken, hallo zeg. En waarom niet op een woensdagavond voor de mensen die dat aangaat? En dan denk ik, alleen als je een relatie hebt, ook als je geen relatie hebt of geen relatie meer hebt. Want ieder mens is een wezen met seksualiteit. En als je de tv aanknipt of naar YouTube luistert of wat dan ook, het gaat er bijna altijd over. En dan zouden we het als kerk daar niet over hebben. Het is Gods gave en het is een heel belangrijk thema dat er ieder van ons aangaat. Dus daarom zijn we ook heel blij en dankbaar, Wilbert, dat jij ons wilt helpen om hier gedurende 2 diensten over na te denken. Goed. Er is straks ook gelegenheid om tijdens de preek ook vragen te stellen aan Wilbert via zijn telefoonnummer dat dan zal verschijnen. En die zullen aan het einde van de livestream zal Wilbert daarop ingaan. Dus die zullen in de video uiteindelijk niet beschikbaar zijn. Dus dat even voor de goede orde. We zullen met elkaar God een zegen vragen voor deze dienst en hem danken voor wie hij is. Vader in de hemel, wij willen u danken dat u de God bent die ons één maakt. Over afstand heen, over geslachten heen, over generaties heen, over etniciteit heen. U bent de God die ons één maakt in één lichaam. Dank u daar zo voor. Ook zoals we hier bij deze dienst met elkaar aanwezig mogen zijn, zij het virtueel misschien. Heer, we danken u dat u wilt spreken tot ons. U spreekt tot ons door uw woord, door de Bijbel, u spreekt tot ons ook door de muziek, door de prachtige liederen. U spreekt ook tot ons
door de woorden die straks gesproken zullen worden door Wilbert. En we bidden, Heer, om grote oren en een open hart, dat we ook mogen verstaan wat u door uw geest te zeggen hebt. Geef dat we ervoor open mogen staan, mogen toetsen wat goed is, wat misschien ook niet goed is, en dat we erdoor mogen groeien volgens het plan ook dat u heeft. We zijn dankbaar naar u en we bidden ook dat u elk aspect ook van deze dienst en ook de mensen thuis zult zegenen, dat we een goede tijd mogen hebben. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen, gemeente hier en thuis.
We vonden het heerlijk om zo te beginnen, want het is een feest. Ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, het is een feest van genade. Want die staat er nog steeds. Iedere dag is de Heer daar voor ons. En de deur staat open om bij hem te komen en hem te aanbidden. En dat willen we ook gaan doen met het volgende lied. Het volgende lied gaat over de grootheid van onze Heer. En ik zou zeggen, in ieder geval voor iedereen thuis, als je op een plek bent waar het veilig is, zing het vooral mee als je het kent. En als je het niet kent, luister er dan naar. En ook hier, ook al zing je niet, je mag je arm omhoog doen, je mag ook knielen. Want we zijn vol ontzag van onze Heer. Ontzagwekkend is uw heiligheid, grenzeloos uw grote kracht. Onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag. Fascinerend mooi is uw persoon, uw karakter is volmaakt. Hoog verblindend licht wanneer u spreekt, het woord dat mensen raakt. Voor u, voor
Genadige God, dank u wel vanmorgen dat we hier mogen zijn. Dank u wel dat we mogen proeven van uw liefde. Heer, en het volgende lied gaat er ook over dat bezingt uw bijzondere liefde. Een liefde die zo anders is dan de liefde die wij kennen hier op aarde van de mensen. Heer, uw liefde is ondoorgrondelijk, uitputtelijk en daar komt nooit een eind aan. Uw liefde maakt niet kapot. Heer, dank u dat u uw liefde ook niet gedeeltelijk geeft, maar helemaal. U wilt ons helemaal vullen met uw bijzondere liefde. Your love's not safe.
Cause you don't give your heart in pieces. And you don't hide yourself to tease us. Hoe hard, hoe duister die wereld vol beelden die me meenamen naar een andere wereld. Vol van eenzaamheid wanneer ik keek. Een wereld die mijn pijn verdreef. Me afleidde van wat me meezoog naar beneden, naar een verleden waarin leegte soms alomvattend leek. Het werd gewoond om alleen te zijn, om niet meer te praten, mijn mond te sluiten, me terug te trekken. Ver weg van die stekende pijn, klaar om al wat ik ten diepste verlangde op te geven. Zo leefde ik mijn leven. In eenzaamheid verzonken, daar was het waar de verleidingen lonkten. Waar ik keer op keer naartoe werd getrokken. Daar waren die beelden, opwindend en prikkelend. Een nieuwe wereld werd aan mij geopenbaard en ik was toen 11 jaar. Ik was nog maar een kind toen. Jaren gingen voorbij en ik raakte ondertussen steeds verder verwijderd van dat wat ik eigenlijk wilde. Van wat God voor ogen had voor mij. Het bracht me verlichting. Het bracht me iets fijns, zo dacht ik. Maar dat alles bleek niet zo te zijn. Want telkens wanneer ik keek, ging ik verder weg van dat wat ik zo intens verlangde. Dat waar mijn ziel zo hard om schreeuwde. Wat ik maar niet kon zeggen. Wat ik aan niemand leek uit te kunnen leggen. Liefde. Geef me liefde en zie mij. Zie mijn angsten, zie mijn pijn, hou me vast en hou van mij. Dit alles raakte bedekt onder een groter wordende laag vol schaamte, schuld en spijt. Al die beelden, hard en liefdeloos, met duisternis besmet en met één muisklik te vinden, gewoon op internet. Ik raakte mezelf kwijt. Ik wist niet wat ik deed. Mijn eigen manier van pijnverzachting, omdat ik zou vergeten. En hoe het ook aan me vrat, het bleef maar aan me trekken. Dat was nog het gekke. Ik wilde dit helemaal niet, maar ook weer wel. Want op het moment zelf wilde ik niets liever dan toegeven, toestaan. Klaar met die eeuwige strijd in mijn hoofd, dan maar toegeven. Die teleurstelling waarmee ik daarna zou moeten dealen, dat kon ik wel aan. Als die strijd maar ophield. Dat alsmaar voortdurende gevecht in mijn hoofd, continu de voor's en tegens overwegend. Het was soms oorverdovend. Al die beelden. Het heeft mijn ziel beschadigd. Het heeft me tot in mijn zijn geraakt. Niks in mij kon toen nog geloven dat dit ooit zou stoppen. Dat dit ooit weer heel kon worden gemaakt. Maar toen kwam hij. Het licht kwam. Opende mijn ogen. Hij pakte me vast en zei, liefste dochter, kijk naar mij. Ik was daar. Al die momenten vol eenzaamheid en ellende. Ik was bij je toen je op je zwakst was. Ik hoorde je huilen. Ik voelde je tranen. Ik heb gezien wat jij zag. Ik zat naast je, hield je vast. Het is niet jouw schuld. Het is niet jouw fout. Het is niet jouw fout. Jou treft geen blaam. Maar het is tijd om dit te laten gaan. Dus ben je klaar om het aan mij te geven? Stapje voor stapje je verleden te laten helen. Ben je klaar voor een beter leven? Op naar een hoopvolle toekomst zonder deze duisternis. Wil je weer geloven in een leven die vol van hoop en liefde is? En ben je klaar om jezelf te gaan zien door mijn ogen? Hoe puur je bent, hoe dapper, hoe krachtig, met een schoonheid die nooit vergaat. Hoe prachtig de dingen die jij kunt doen, je bent tot de grootste dingen in staat. En ik zie hoe moeilijk het voor je is. Ik zie hoe hard je moet strijden. Hoe je elke keer opnieuw weer de keuze moet maken. Een glimp van hoop opvangend. Hoop op betere tijden. Maar je hoeft het niet alleen te doen. De schaamte en schuld neem ik weg. In de donkerte en leegte van het leven van het kind wordt in mijn naam het licht ontstoken. Daar waar de diepste pijn zich nog bevindt. Je geschiedenis wordt herschreven. Want ik heb het kruis hiervoor gedragen. Heb geleden. Ben zelf gebroken.
Ik die het leven zelf is, ben ter helle afgegleden. Neergedaald om te overwinnen, zodat wij samen opnieuw kunnen beginnen. Wat oud is, heb ik nieuw gemaakt. Hou vol en houd moed. Op een dag zul je in overwinning staan. En weet, ik heb je vast. En wat er ook gebeurt, ik laat je niet meer gaan. Ze vertelt hier iets over haar worsteling en strijd met seksualiteit. Hoe, in dit geval pornografie, haar het leven ontnam. En wat licht was, doofde. En de eenzaamheid en de strijd die dat gaf. Maar ook de hoop daardoorheen. Hoe dat door die strijd heen weer nieuw leven kwam. De hoop van het evangelie. En als we vandaag gaan nadenken over seksualiteit, dan is er veel te zeggen over de gebrokenheid van seksualiteit. Maar dat komt volgende week. Ik wil beginnen met het onderwerp de schoonheid van seksualiteit. En de vraag die Jan kreeg was, waarom moet dat nou op zo'n zondagochtenddienst? Moet je daar niet Gods woord openen en uitleg krijgen over de verhalen van Jezus of het Oude Testament? En dat zegt veel. Alsof seksualiteit wat losstaat van wie God is en de Bijbel. Maar juist als we nadenken over wat seksualiteit schoonheid geeft, wat seks mooi maakt, is dat juist de connectie tussen God en seks. In seks kunnen we iets van God zien. En als we zien wie God is, gaan we ook leren wat de schoonheid is van seksualiteit. Die twee dingen lopen dwars door elkaar heen. En dat wil ik vanochtend aan jullie uitleggen. Hoe seksualiteit en hoe God ons iets laat zien over seksualiteit. En dat begint al helemaal in het begin in Genesis 1. Die tekst gaan we lezen, Genesis 1, vers 27 en 28. Alle teksten vandaag worden geprojecteerd. Ik lees het voor. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Wat je hier ziet is dat de Bijbel begint met God die zegt, laat er leven zijn. We gaan leven maken. En hoe hij leven geeft, hoe hij zichzelf laat zien, is boven alles, boven zijn hele schepping uit, in de mens. En die mens maakt hij in twee vormen, mannelijk en vrouwelijk. En tegen die mensen, die man en die vrouw, zegt hij, geeft hij de opdracht, vervul de aarde, word talrijk, en wees vruchtbaar. Wat je hier leest, dit zijn drie opdrachten die alleen vervuld kunnen worden, in uitvoering kunnen worden gebracht door seksualiteit. Dus God maakt de mens en in die mens maakt hij die mannelijk en vrouwelijk. En de opdracht die die mens krijgt is vervul de aarde en de manier waarop dat gaat is via seks. En dan kan je seks technisch bekijken. Je kan nadenken over de zaadcel die dan vervolgens de eicel vindt. En die vormen zo samen dan, die smelten samen. En daaruit groeit het nieuwe leven voort in de baarmoeder van de vrouw. En daarin zitten genetische eigenschappen die zo samen worden gevoegd. En zo zijn die twee, die worden één. En uit die eenheid ontstaat een nieuw leven. En als je dat technisch bekijkt, dan ga je seks ook zien als iets van hoe moet dat? Hoe doe je dat? Maar zeker als we Gods woord kennen, is het belangrijker om naar seks te kijken, niet alleen vanuit een soort technisch beeld, hoe moet het, maar hoe heeft God het bedacht? Wat is zijn idee ervan?
En dan zie je dat hier seks gaat over verbinding, liefde, zoals God liefde is. En hij heeft de mens uit liefde gemaakt. En in die seksualiteit, in die eenwording wat naar zijn beeld is, mannelijk en vrouwelijk, daarmee is seksualiteit ook een beeld van hem. Want als de mens naar zijn beeld gemaakt is, mannelijk en vrouwelijk, en die worden één, dan laat het ook weer zien wie God is. Daarmee is seks onlosmakelijk van God. In seks is ook iets goddelijks. En als God de mens maakt naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk, dan staat daar dat er het beeld van God weerspiegelt als een soort glans van God. In het Hebreeuws zeg je dan tselem. Het heeft de goddelijke reflectie. De mens draagt de glans, de spiegel van God. In liefde, waardigheid, respect. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest die samen een eenheid dansen. En zo laten zien wat liefde is. En juist ook die glans kan dof worden. Op het moment dat de mens God verlaat en zijn eigen wegen kiest, dan raakt wat licht en mooi en glanzend is, raakt dof, donker. En dan raken we verder af van God. En hoe verder we afraken van God, hoe verder we afraken van ons vermogen tot liefhebben, tot verbinden, tot overgave, tot wederkerigheid, tot respect, tot waardigheid. En we raken steeds meer ik-gericht. Terwijl juist die eigenschappen van God, verbinding, liefde, openheid, eerlijkheid, waarheid, dat zijn de ingrediënten en de basis die seks nodig hebben, ook tussen man en vrouw. In de jaren dat ik werk met mensen die worstelen met allerlei soorten vormen van seksualiteit, heb ik gezien dat seks niet een probleem is van lust. Het is ten diepste een probleem van verbinding, van liefde. Een onvermogen die je kan voelen om jezelf te geven of je te laten liefhebben. Een eenzaamheid waar je geen vorm en uiting aan weet te geven. En dan los je dat op met lust, met liefde, met seks. Seksualiteit is verbinding. Seks is een eenwording tussen man en vrouw, zoals God één is. Nou, daarover schrijft Paulus ook. En dat bevestigt dat beeld. En dat lezen we in 1 Korinther 6, vers 15 tot 17. En dan schrijft Paulus dit. Weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Het is nog geen makkelijke tekst, maar ik ga proberen een paar dingen zo eruit te lichten. Wat lezen we hier, wat Paulus hier nou bedoelt? Hij zegt, weten jullie niet, gemeente van Christus, dat jullie lichamen, dat wordt hier verwoord met leden, melos, ledemaat of been, dat een onderdeel is van Christus. Dus ook jouw lichaam behoort Christus toe. Daarmee heeft hij ook iets te zeggen over ons lichaam. En dan legt hij hier uit dat in seks je je lichaam geeft en dat een ledemaat, een onderdeel, een één lichaam wordt van die ander. In dit geval een hoer. Maar wat je hier leest is dat seks gaat over een lichamelijke eenwording. Maar hij gaat nog verder. Want hij zegt ook dat seksualiteit je één geest maakt. Want er staat, die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Die tekst, die twee zullen het vlees zijn, die staat in Genesis 2. Daar komen we zo weer op terug. Maar het gaat er even over dat laatste stukje. Wie zich met de Heere verenigt,
is één geest met hem. En dat woordje verenigen, dat is in het Grieks het woordje kolemonos. En dat is een woord wat gebruikt wordt als lijm. Of de hechting van een wond. Het hecht, het maakt één. Zoals lijm twee delen tot één deel maakt, zo is de vereniging in seksualiteit is een functie van lijm. Dat gebeurt ook bij de neurotransmitters die vrijkomen. Als je seks met iemand hebt, dan hecht je aan die persoon. Het is de hechting. En daarmee worden die twee worden één. Dus seks is meer dan een lichamelijke daad. Dat wil ik hiermee laten zien. En dat is ook onder andere het punt van Paulus. Het is niet alleen maar lichamelijk als je seks hebt. Er gebeurt ook iets in de geestelijke eenwording. Dus seks is meer dan een alleen maar dierlijk instinct. Zo gaat hij ook verder in de volgende 6 vers 13. Dan schrijft hij dus verder. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Here en de Here voor het lichaam. Nou, waarom schrijft Paulus hier dit nou? In die tijd, als een man naar de hoeren ging, dan zei hij, voedsel voor de maag, lichaam voor seks. Voedsel voor de maag, lichaam voor seks. Dus hij degradeerde die hoerenloper die dan naar de hoeren ging, die rechtvaardigde zijn daad door te zeggen, voedsel is voor de maag en ik heb gewoon seks nodig voor mijn lichaam. En dan koop ik dat zoals ik voedsel koop. Paulus zegt, nee, zo werkt het niet. Jouw lichaam behoort Christus toe en daarmee heeft Christus ook iets te zeggen over jouw lichaam. Je lichaam is niet bedoeld voor de hoererij, maar voor Christus. Dus hier opnieuw zie je die, wat ik al begon te vertellen, seks en God, dat die veel met elkaar te maken heeft. Paulus gebruikt het beeld van hoererij om te zeggen, maar we zijn met Christus verbonden. En hier heeft hij het over voedsel voor de buik, wat dus gebruikt werd als rechtvaardiging voor prostitutiebezoek. En vervolgens te zeggen, maar het lichaam is voor de Here. Paulus gebruikt steeds het beeld van seks met onze verhouding tot Jezus Christus. En dan refereert hij naar één belangrijke kern uit de Bijbel, die ook in het Nieuwe Testament door Jezus en door Paulus aangehaald wordt. En dat is de kerntekst die belangrijk is om te begrijpen als we nadenken over seksualiteit. Dat is Genesis 2, vers 24. Is de kerntekst daarin. Ik lees het voor. De Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal, been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Ze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. Dit is die tekst die we net hebben gelezen, die ook terugkomt in 1 Korinthe 6, maar hij staat ook in Matthäus 19, Marcus 10, Efeze 5. Wat lezen we hier nou? En waarom is die tekst die zo vaak terugkomt? Dan gaan we weer terug naar die schepping. Hè? Ik was net begonnen met Genesis 1, daar lees je dan dat God de mens maakte, mannelijk en vrouwelijk. En hoofdstuk 2 staat dat verhaal nog een keer. Maar in hoofdstuk 2 lees je iets meer detail. Hoe God dat dan deed. En dan heeft God de mens gemaakt, Adam. En Adam is op dat moment nog alleen. En wat zegt God dan? Die ziet dat en die zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helpen als iemand tegenover hem maken. En wat doet de Heere God dan? Wat is de eerstvolgende stap die hij dan zet? Maakt hij dan Eva? Antwoord is nee. Het eerstvolgende wat God doet nadat hij dat gezegd heeft, is dat hij alle dieren bij Adam brengt en dan gaat hij zien hoe Adam die dieren een naam gaat geven. Dus er komt een giraf langs. Adam denkt, hoe zal dit dus heten met die vlekken en die strepen? Giraf, mooi.
En er komt een nijlpaard langs. Denkt hij, nou, dat had mooier gekund misschien. En dan denkt hij... Nou... En zo komen alle dieren voorbij. En dan op een gegeven moment zijn de dieren op. En wat staat er dan? En Adam vond geen hulp als iemand tegenover hem. In al die dieren kon hij geen hulp vinden. En dan brengt Adam, God Adam in een diepe slaap. En dan uit zijn zij, uit zijn rib, uit zijn eigen vlees, vormt hij vervolgens die hulpen tegenover hem. En nadenken over hulp is niet een hulpje. Hulp staat hier als hoogwaardige ondersteuning voor die opdracht en die taak die God aan Adam had gegeven. En zelfs God zegt tegen zijn volk, ik wil jullie hulp zijn. Dus het is de hulp uit hem, tegenover hem, die samen vervolgens die eenheid van God laten zien. En ook hier proef je al iets van wat later zou gaan gebeuren aan het kruis, als Jezus de speer in zijn zij kreeg om te sterven, om zijn bruid vrij te kopen, zodat hij één zou worden met die bruid. Hij was zijn kind, de mensenkinderen, kwijtgeraakt en gaf zichzelf om vervolgens de mens weer één in zijn leven te laten zijn. Omdat hij het leven is. En zo in geloof komen wij in Christus. Je proeft die uitwisseling hier al. Dat het geloof in Jezus Christus alles met Adam en Eva te maken heeft en alles met seksualiteit. Even terug weer naar Adam en Eva. Adam die ligt dus te slapen, wordt wakker. Goedemorgen, kijkt zijn ogen uit. En hij ziet Eva daar naakt en denkt, wauw, deze is ditmaal. Proeft echt de opluchting. En zegt, dit is been van mijn benen. Niet zoals al die dieren van het veld. Die waren geen hulp tegenover mij mee ervaren. Maar met deze is vlees van mijn vlees. En ze is als mij. Anders, want ze staat tegenover mij. Maar ze is één met mij. Nou, zo is dat verhaal gegaan. Zo heeft God seksualiteit bedacht. En om die reden moet een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen of aanhechten. En dan worden die twee één vlees. Die ga ik iets anders laten zien. En de basis hier is dat de Bijbel spreekt over mannelijk en vrouwelijk. Dan is de taak aan een man vervolgens, dat zien we nu, om zijn vader en moeder te verlaten. Je proeft hier iets in dat die man geen kind maar is, maar verantwoordelijkheid gaat dragen. Hij gaat zorgen, hij zorgt voor het inkomen en hij neemt ook het initiatief. Hij is degene die het risico neemt. Hij zorgt voor de vrouw. Dat is dat hij geen kind meer is, maar een volwassen vent. Om vervolgens wat te doen? Om zich aan zijn vrouw te gaan hechten. Nou, wat is nou hechten? Hechten houdt iets in van trouw zijn. Een exclusieve relatie hebben met iemand. Met niemand anders heb je die relatie. Je deelt alles van jezelf. Je zorgt voor elkaar, je bent er voor elkaar, je kan rekenen op elkaar. Dat is hechting. Om vervolgens dan twee tot één vlees te laten zijn. Nou, dat gaat over seks en uit die eenwording vindt nieuw leven plaats. Dat was die opdracht en de zegen. Waarom laat ik dit nou zo als een vierkant zien? Omdat in dat vierkant zie je dat dat een kader biedt, een veiligheid, een waarborg, waarin ook intimiteit, trouw, toewijding, liefde plaatsvindt. En daarbinnen geilheid en seks en liefde en opwinding en lust. Dit is dus een vierkant wat wij als mensen ook geestelijk nodig hebben als we seks hebben. We hebben in seks namelijk meer dan een lichamelijke eenwording. We hebben een geestelijke eenwording. En als jij het meest kwetsbare van je hart deelt, wil je dat de ander daar zorgvuldig en liefdevol mee omgaat. Met respect. Want je kan gebroken worden. Als iemand je dan afwijst. En zo heeft God het ontworpen hier, als we nadenken over seksualiteit. Dat seks gaat, kan jij jezelf allereerst verbinden en geven. Op een
emotionele, geestelijke manier. En dan volgt die lichamelijke eenwording. Die veiligheid heeft seks ook nodig. Nog wat stouwer dan bij mannen. Mannen net zo goed, maar bij vrouwen ook. En even één illustratie van het vierkant op een iets andere manier haal ik uit Salomo, die Hooglied heeft gesproken, heeft geschreven. En dan spreekt de bruid, spreekt daar. Daar lezen we even een stukje over. En dan is ze heel erg verliefd, want dan zegt ze: sterk mij met rozijnenkoeken. Verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde. O, laat zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn. En zijn rechterarm mij omhelzen. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Oh, de stem van mijn liefste. Zie, daar komt hij. Springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Rozijnenkoeken? Appels? Waarom nou rozijnenkoeken en appels? Dat heeft alles te maken met de stofjes die vrijkomen als je verliefd bent. Als je ziek bent van liefde, dan ben je een beetje zwak. Je staat wat te trillen op je benen. Waarom? Je bloedsuiker gaat omlaag. Dus je voelt je niet helemaal lekker meer. Ik weet niet of een van de mensen dat hier kent, dat je verliefd bent en dat je denkt, oef, heftig. Wat heb je dan nodig? Koolhydraten? Nou, dat zit voldoende in rozijnenkoeken. En vruchtensuiker. Dan gaat je bloedspiegel, je suikerspiegel gaat weer omhoog. Appels. Dat verkwikt haar. En in dat verliefdheid proef je het verlangen. De eerste stapjes van seks. Want dit is al seks. Alles wat verbinding is, liefde, verlangen, is seks. En je kan dus ook niet zeggen, je begint met seks als je eenmaal getrouwd bent. Want seks is daarvoor ook al aanwezig. Elkaar aankijken is al seks. Kan al verlangens geven. En dat proef je hier. Dat ze verlangt naar intimiteit, naar een knuffel. En opeens doet ze een bezwering. Dochters van Jeruzalem, zegt zij. Wekt de liefde niet op. Wakkert het niet aan voordat het haar behaagt. Voordat de tijd goed is. En dat doet ze bij twee beesten. Gazellen en hinden. Die ga ik even laten zien. En hier zie je een Dorcas-gazelle, die komt voor in de landen van Israël. En je ziet een hinde. Dit zijn de twee dieren waar zij dus deze bezwering om de liefde niet op te wekken voordat het haar behaagt, bij zweert. Nou, waarom nou deze twee beesten? Wat wisten de dochters van Israël, van Jeruzalem, over deze dieren? Wat wij niet weten. Wat je van deze beesten kan zien als je kijkt naar hun paringsgedrag, is dat het niet zomaar in één keer seks plaatsvindt. Het mannetje moet best wel wat werk verzetten. Die moet de sterkste zijn van alle mannetjes. Die moet het territorium verdedigen. Die moet haar zijn best doen om haar het hof te maken en te laten zien dat hij in staat is haar te beschermen en voor haar te vechten. En dan besluit dat vrouwtje, oké, er mag gevreeën worden, gepaard worden, en dan komt daar nieuw leven. Wat dit laat zien, is dat die man een stuk toewijding moet bieden. En dat het een goede tijd is voor de liefde. Dus het gaat in een stap na stap na stap. Je groeit er als het ware in. En daarmee laat ze zien dat die waarborging, dat vierkant van een stuk toewijding en exclusiviteit en hechting een waarborg is voor vervolgens die eenwording. Even dat vierkant in gedachten houden, die wil ik meenemen naar hoe Paulus ook die tekst uitlegt. Ook in Efeze 5 zie je Genesis 2 vers 24 weer terugkomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn.
En dan even de context gaan we helemaal bestuderen waarin Paulus dat leest. Schrijft. Efeze 5, vers 29 tot 33. Zo op die manier moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heer de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis, dit mysterie is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Dit geheimenis wil ik proberen zo even te ontrafelen. Iets daarvan te laten zien. Wat bedoelt Paulus hier nou als hij zegt, mannen, je moet je vrouwen zo lief hebben zoals Christus de gemeente. En de gemeente moet Christus zo onderdanig zijn zoals vrouwen de man onderdanig zijn. Want de onderbouwing is, wij zijn van zijn vlees, wij zijn van zijn gebeente en wij zijn van zijn lichaam. Als we dat geheimnis gaan ontdekken, wil ik het op deze manier in beeld brengen. Als we de volgende slide... Ja, daar is die. Ik hoop dat het te zien is, maar ik neem jullie er een beetje mee doorheen. Net hebben we gezegd dat die basis mannelijk en vrouwelijk is. En waarom heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt? Om het deel te zijn van de bruidegom en de bruid, van Christus en zijn gemeente. Van een ieder die zegt, mijn leven betrouwen en hoop op hem, omdat hij zijn leven gegeven heeft om een vrouw vrij te kopen. En toen Christus de mensheid zag, zag hij geen mooie stralende bruid. Hij zag een vieze, vuile derrie. En om die van hem te laten zijn, moest hij sterven. En via zijn bloed kocht hij zijn vrouw vrij. En maakte hij haar rein en stralend. En zo plaatste hij zich voor zich. Dat is wat God in gedachten had. Toen hij Adam en Eva maakte. Om vervolgens, als dat de basis is van de gemeente, dan zie je dat de gemeente een oud leven achter zich heeft gelaten. Dat is het beeld van vader en moeder verlaten. Je verlaat de zonde, je keert je daarvan af, je richt je op Christus. Dat is het beeld van bekering. Bekering is een draai van 180 graden, waar je eerst Christus achter je liet en je liep naar de zonde toe. En daar zocht je je hoop en verwachting is. Is bekering is dat je die zonde achter je laat. En je richt je op Christus. Je richt je op het kruis. En je loopt weg van de zonde en je loopt naar Christus toe. Je bent niet in één keer zondevrij. Je bent in één keer perfect. Maar je hele vervulling, je hoop en je richting is op het leven. Dat is bekering. Als we in de gemeente van Christus zitten, dan hoop ik dat we ervan uit mogen gaan dat we zo'n bekering kennen. Om vervolgens ons te hechten aan Christus. Dat proef je in Johannes 15 heel duidelijk. Het hechten aan Christus is een eenwording. Dat is, jullie zijn de ranken en ik ben de wijnstok. Christus is de wijnstok en de ranken worden daarin geplaatst. En uit hem komt dat leven in de ranken. Dat is dat je jezelf toevertrouwt en vertrouwt aan hem. Dat is geloof. Dat is hechten. Zo hecht je je aan Christus. Om vervolgens in gemeenschap en eenwording met hem te leven. En dat brengt vrucht voort. Dat groeit. Zoals ook de eenwording tussen man en vrouw de vrucht van de baarmoeder in de moederschoot doet groeien. Tot nieuw leven. Zo hebben wij Christus nodig. En de eenwording met hem om nieuw leven voort te brengen. Dat is een deel van het geheimenis van Christus. Dus nadenkend over de schoonheid van seksualiteit, hoop ik dat je hierin proeft dat de eenwording tussen man en vrouw een beeld is van Christus en de gemeente. En dat als je seksualiteit wil begrijpen, dat je het nodig hebt om te begrijpen wie God is.
En als je God kent, dan zie je ook daarin het beeld van wat seksualiteit nodig heeft. Dat is meer dan lust. Het is ook overgave. Het is ook vertrouwen. Het is voor elkaar. Maar jezelf volledig geven zoals Christus zich gaf. En op die manier moet ook de gemeente zich geven. Christenen verwachten natuurlijk wel eens als ik over seks spreek dat ik met regeltjes kom. En principes. En wat moet je dan concreet doen? Maar je kan niet dat dit begrijpen via regeltjes en geboden en het goed doen. Want het goed doen maakt je gericht op jezelf. Maar wil je seksualiteit genieten in de schoonheid zoals God het bedoeld heeft, dat betekent dat je dat samen met hem mag doen. Door dit te snappen, te kennen en door je heen te laten gaan. Ik wil nog één laatste slide aan jullie laten zien, dan rond ik af. En dat is eigenlijk voor de hele gemeente bedoeld. En het is een soort opsomming van wat Christus voor zijn gemeente heeft gedaan. En dat kan je uit 8 punten kan je dat halen. Wat Christus gedaan heeft voor zijn gemeente in Efeze 5, lezen we dat hij de behouder is van het lichaam. Hij doet dat, hij redt dat uit deze wereld. Hij heeft de gemeente lief gehad. Hij heeft zichzelf volledig overgegeven in de dood. Hij heeft haar geheiligd, apart gezet uit die wereld. Hij heeft haar gereinigd met het waterbad door het woord. Hij spreekt tot haar. Hij heeft haar voor zich geplaatst. Heilig en smetteloos. Hij voedt en hij koestert zijn gemeente. En hij deelt zijn lichaam, zijn vlees en zijn gemeente met haar. De gemeente was er nooit geweest zonder Jezus Christus. Alles is zijn initiatief. Zijn bloed, zijn vlees, zijn gemeente. Alles heeft hij gegeven. En er wordt 1 ding van u als gemeente teruggevraagd. Nou, niet teruggevraagd, wordt 1 ding van u gevraagd. Wees hem dan onderdanig. Vertrouw jezelf dan aan hem toe. Laat hem uw hoofd zijn. Verwacht het van hem. Weet dat hij de wijsheid en de richting heeft. Dus raadpleeg hem. Verbind je aan hem. Besef je afhankelijkheid van hem. Besef als gemeente dat het lichaam zonder het hoofd als een kip zonder kop is. Het gaat alle kanten op. Maar er is geen eenheid. Wilt u eenheid in uw gemeente en onderlinge verbondenheid, ook in coronatijd, dan is dat het besef dat Christus al deze dingen heeft gedaan en dat we ons onderwerpen aan hem, hem gehoorzamen, hem zoeken, van hem verwachten, dat hij ons hoofd is en niemand anders. Anders is uw gemeente niets waard, heeft u geen grond van bestaan. Maar laten we die seksualiteit met de Heer Jezus. Om hem zo te bewonderen, lief te hebben. Zijn schoonheid te aanschouwen, wie hij werkelijk is. Zodat we vanuit die liefde elkaar vasthouden. En lief hebben. Tot zover voor vandaag. Volgende week wat meer over hoe we in zonde vast kunnen zitten. De gebrokenheid van seksualiteit en hoe Christus herstel en nieuw leven. En hoe laat hij laat zien dat hij de verlosser is van ons. Zo samen bidden. Heer Jezus, zonder u kunnen wij helemaal niets doen. Zonder u zijn we reddeloos verloren. Het is uw initiatief, Heer Jezus, dat u ons redde. Het is uw liefde dat u naar ons om heeft gezien. Het is uw liefde dat u spreekt. Ik bid, Heere, mogen wij in ons hart, in onze ziel voelen dat u het bent die ons voedt. Dat u het bent die ons koestert. Dat we niet zelf hoeven te doen. Dat we niet zelf de boel bij elkaar hoeven te houden. Maar dat u het bent als we u laten spreken. Heere, wilt u in ons hart komen? Wilt u verbinding met ons maken? Wilt u laten zien wie u bent? Vandaag en de rest van ons leven. Heere, zegen deze gemeente, ook de mensen via de livestream met dit woord. En u zij de glorie.
de eer en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dankjewel, Wilbert, voor je woorden. Ik heb echt zitten genieten gewoon van wat je allemaal verteld hebt. En ik zie al uit naar ja, die dag in de hemel, maar ook naar volgende week wel. Iemand vanuit de gemeente die thuis kijkt, Joost, die zegt via de chat... prachtige parallellen en krachtige woorden, Wilbert. Een goed doortimmerd verhaal. Dus steek hem in je zak, zou ik zeggen. Zometeen is er ook gelegenheid nog om dat jij vragen beantwoordt. Ik weet niet of het telefoonnummer al vertoond was eigenlijk. Misschien kan dat nu wellicht, Nathan. En dan kun je alvast even nadenken over je vraag of hem alvast stellen via WhatsApp, alsjeblieft. Of mag sms ook? Of wordt dat te veel? Ja, mag ook. Mag ook sms. Ja.
Nog een mededeling. We hebben vanaf volgende week voor het eerst ook diensten op zaterdagavond. En op die manier is het ook mogelijk om hier, ja, dat was het idee, meer mensen te herbergen. Maar we gaan terug van 60 naar 30. Maar dan met de zaterdagbijeenkomst erbij toch weer 60. En wellicht dat er in de toekomst ook weer een keer een verruiming zal zijn. Dus geef elk op voor zaterdag. Het zal een wat ander soort dienst zijn. We zijn dan wel bij elkaar, maar dan zonder live muziek. Maar wel weer met de mogelijkheid om ook vraag en antwoord te hebben. Dus op die manier heeft de zaterdag ook weer iets nieuws te bieden. Wat ook weer heel mooi kan zijn. Via de Eventbrite kun je ook nu al opgeven voor de zaterdagavonden. Wij zullen met elkaar ook God danken. En jullie mogen dan ook de zegen van God ook ontvangen. Laat ons bidden. Vader, dank u wel voor uw prachtige plan met ons als mensheid. Wat tegenkomen, wat we vanochtend ook hebben mogen bespreken, waar we over geleerd hebben. Dank u daarvoor. Vanaf deze plek, Vader, willen we ook bidden voor mensen die struggles hebben op dit terrein. Dat er vanochtend ook iets geweest mag zijn wat hun mag raken en wat hen ook verder mag helpen in hun leven. En we bidden ook om uw hand van genezing en herstel op dit gevoelige terrein. En ook dat we als christenen verder mogen leren over wat u ons hierin ook te bieden heeft. We willen ook in gebed brengen, Vader, de mensen die met corona te worstelen hebben. In onze eigen gemeente, mensen die ziek zijn of ziek geweest zijn. De mensen die wachten op een testresultaat en dat is best spannend. Maar ook de mensen die in een nabije omgeving te maken hebben gehad met lijden op dat gebied. We bidden om de troost van u, maar ook dat we als gemeente elkaar in deze tijd vast mogen houden. En we bidden voor onze maatschappij, voor ons land, voor het kabinet, die ook moeilijke beslissingen moet nemen, die ook pijnlijk zijn. We bidden voor wijsheid voor hen en voor ons volk, dat we ook het geduld mogen opbrengen om ons door deze tijd heen. We bidden, Heer, dat uit dit kwaad wat over ons komt iets goeds mag voortkomen, dat mensen ook op zoek mogen gaan naar u. Lieve broers en zussen, zo mag je ook ontvangen de zegen van onze God. Wees gezegend in de naam van de Almachtige God, die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft. En hij zei, het was goed. En wees gezegend in de naam van Jezus Christus, die zijn leven heeft gegeven voor u. En wees gezegend in de naam van de Heilige Geest, die u vervullen wil om op het pad van hem te wandelen. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen. Er is nog een afsluitend nummer. Ja. Thank you.